Goedemiddag allemaal. Welkom bij ons webinar waarin we het gaan hebben over nieuwe geteste oplossingen conform de EN 1366-2 en 1366-3. Mijn naam is Sliman Azougah en we gaan ook gelijk van start. Eerst maar even de inhoud van deze presentatie. We gaan even onszelf kort voorstellen. Wie zijn wij als bedrijf? Wie is Mulkul? We gaan het hebben over de eindgebruiker / applicateur die bij ons eigenlijk altijd centraal staat. Want daar komen ook eigenlijk de meeste vragen vandaan en die bepalen mede wat wij testen. Dus denk daarbij aan bepaalde type configuraties, isolaties en hoe doorvoeringen door constructies lopen. Dus dat is voor ons een hele belangrijke. Nou, het beugelen van doorvoeringen is erg belangrijk. Dat is ook onderdeel van wat wij testen. Die beugel is altijd een onderdeel van de test, dus moet ook meegenomen worden in de praktijk. De testconfiguratie voor geventileerde systemen gaan we nog eventjes benoemen. Nou, daarna gaan we kijken naar test- en certificeringsinstanties. We gaan het Mulkul portfolio even kort door en daarna gaan we kijken naar de nieuwe oplossingen met een aantal van onze producten. Daarin komen niet alle producten aan bod, maar wel degene die wij uiteraard getest hebben. En we gaan nog even kort kijken naar de tools die wij hebben. De multiselector, de projectmanager en de datamanager. Nou, wie zijn wij? Wij zijn een fabrikant van brandwerende doorvoeringsproducten. Wij richten ons op de Europese markt, dus daarmee niet alleen op Nederland, maar ook op België, Scandinavië, Engeland enzovoorts. Staat ook allemaal bij ons op de website waar wij actief zijn. En wij richten ons eigenlijk puur en alleen op doorvoeringen. Dus dat is, dat is ook waar wij de testen voor uitvoeren. Wij noemen ons ook specialist op het gebied van passieve brandpreventie. We hebben daarbij ook een opleidingsinstituut. We zijn in 2015 gestart met ons testwerk. Hier zien we even een plaatje van hoe zo'n test opgebouwd is. Daar ga ik wat later in de presentatie wat meer over vertellen. Nou, vanaf 2016 zijn we gestart met de productie. En in 2017 zijn we daadwerkelijk gestart met de verkoop van Mulkul producten. Dus vanaf dat jaar kan je Mulkul producten tegenkomen in de praktijk. Wij zijn als fabrikant aangesloten bij een aantal brancheverenigingen in Europa. De UK is dat de ASFP. België de Passive Fire Protection Association. En in Nederland is dat uiteraard de BBN. Die zal ongetwijfeld bij jullie bekend zijn. Nou, dat zijn partijen waar wij ons bij aangesloten hebben. Om mede na te denken over brandveiligheid. En hoe we dat op een hoger level kunnen krijgen. Ja, dus we hebben in deze landen ook mensen zitten binnen die brancheverenigingen die daaraan aan deelnemen en die meedenken. Wij zijn onlangs ook ISO 9001 gecertificeerd. Dat is eigenlijk het kwaliteitsmanagement. En daarmee is eigenlijk aangetoond dat onze kwaliteit van de producten en de processen die wij binnen Mulkul hebben, dat dat eigenlijk allemaal gegarandeerd is. Nou, sommige opdrachtgevers die vragen naar zo'n ISO 9001 certificaat, die hebben wij voorhanden. Dus mocht de vraag komen, dan kunnen wij daar uiteraard in voorzien. Nou, ik gaf aan het begin van de presentatie al even aan dat die eindgebruiker dat die bij ons centraal staat. Dus dat betekent ook dat wij als Mulkul zijnde de markt van onderaf benaderen. Dus wij kijken echt naar wat heeft de applicateur of de eindgebruiker nodig aan oplossingen. En dat is wat we eigenlijk testen. Dus en daarmee heb je dus hele praktische oplossingen. Waarbij we goed kijken naar de toepasbaarheid. Uiteraard ook een snelle montage en daarmee ook naar kostenefficiëntie. Dus hoe sneller een doorvoering afgedicht kan worden, ja, hoe beter dat eigenlijk voor alle partijen is. En hoe minder materiaal je nodig hebt, ja, hoe beter dat uiteraard ook is voor de opdrachtgever, maar ook voor de applicateur, als we het hebben over de concurrentie waar die mogelijk in zit. Er zijn voor ons hele belangrijke speerpunten. Nou, elke oplossing die we hebben, daar is een ETA of klassificatiedocument van. Er hoeft niet in die klassificatiedocumenten of ETA-rapporten gespeurd te worden naar de juiste oplossing. Want daar hebben we, zoals jullie misschien wel weten, de multiselector voor. En die verwijst altijd naar een ETA-rapport met paginanummer. Dus alle geteste oplossingen die staan erin. Nou goed, er zijn ook oplossingen die wel getest zijn, maar die nog niet in die multiselector staan. Nou, een deel daarvan ga ik vandaag met jullie behandelen. Maar ook daarvan is uiteraard de bedoeling dat die in die multiselector terechtkomen.
ook weer met een verwijzing naar een ETA-document. Alleen, ja goed, dat is een treintje wat achter elkaar loopt. Dus ja, eerst krijgen we de klassificaties, daarna krijgen we de ETA-rapporten en dan gaan wij dat verwerken in de multiselector en dan wordt die uiteraard ook vindbaar in het systeem. Nou, op het moment dat we gaan testen, letten we op een aantal beoordelingscriteria. En dat is uiteraard naar de dragende functie van de constructie. Dus de constructie moet minimaal dezelfde brandweerstand hebben als de doorvoering die daar doorheen gaat. Het zou natuurlijk een hele gekke situatie zijn wanneer we een doorvoering voor 120 minuten afdichten in een wand die maar 60 minuten voldoet. Dus dan komt de wand naar beneden en daarmee ook je doorvoering en daarmee heb je dus ook geen afdichting. Dus de constructie is belangrijk. De vlamdichtheid wordt nagekeken. Dus dan mag gedurende 10 seconden mogen daar geen vlammen worden waargenomen en geen hete gassen waargenomen worden of gemeten worden. Want stel dat dat wel zo is, nou, dan kan daar dus op enig moment aan de koude zijde van de constructie een brand uitbreken. Er wordt ook gekeken naar thermische isolatie en dat is een hele belangrijke. Voor de constructie mag daar 140 graden gemiddeld gemeten worden of 180 graden maximaal op enig punt. Alleen bij doorvoering wordt eigenlijk alleen maar gekeken naar die 180 graden. En bij die 180 graden mag altijd de ambient temperatuur, dus de omgevingstemperatuur, mag daarbij opgeteld worden. Ja, en waarom die 180 graden? Dat is namelijk de temperatuur waarbij de meeste materialen spontaan, niet de meeste, maar sommige materialen dan, die gaan dus spontaan tot ontbranding over, nog zonder dat naar de vlammen bij komen. En ik heb daar eventjes wat van op een rij gezet. Nou, lucifers en houtskool, dat begint al vrij snel. 140, 160 graden, dat begint dat dus al spontaan te ontbranden. Nou, papier, 200 graden. Nou, dat is al iets wat we natuurlijk in kantoren hebben, in huis hebben, et cetera. Nou goed, nog een aantal, waaronder hout ook, 250 graden begint al spontaan te ontbranden. En dus dan vindt uitgassing plaats en daarna gaat het dus spontaan over tot ontbranding. Nog zonder dat daar dus vlammen bij komen. Nou, en dat is dus een bepaald risico wat je hebt, met name bij metalen leidingen en zeker ook bij koperen leidingen. We komen straks ook terug op busbars. Ook dat zijn hele geleidende elementen die je in je constructie hebt. Dus ja, dat zijn dus eigenlijk altijd doorvoeringen die over een bepaald gedeelte geïsoleerd moeten worden om die 180 graden niet te bereiken. Warmtestraling is ook een onderdeel. Daar hebben wij met doorvoering eigenlijk weinig mee van doen, want daar wordt op een meter afstand gemeten en dan mag de temperatuur per vierkante meter niet hoger zijn dan 15 kilowatt. Dat is ongeveer vergelijkbaar met 360 graden. En dat is voornamelijk bij ramen, deuren en luiken. Nou, even resume. Wij letten op de dragende functie van de constructie. Wij kijken naar de vlamdichtheid van de constructie en daarmee ook dus de vlamdichtheid rondom de doorvoering. Dus naden en voegen, die moeten ook absoluut afgedicht worden om ervoor te zorgen dat je dus geen doorgang van vlammen, hete gassen en ook heel belangrijk rook. Ook dat is een onderdeel wat ik straks nog eventjes kort ga behandelen. Ook die rooknorm voor Nederland, de NEN 60... 60, ik ben hem even kwijt. Die is natuurlijk van belang, dat er ook dus geen doorgang kan vinden door de constructie. Nou, de thermische isolatie, een belangrijke. He, dus we hebben net gezegd dat die temperatuur op leidingen, gemeten aan de koude zijde van de constructie, geen hogere temperatuur gemeten mag worden dan die 180 graden plus de aanwezige temperatuur. Nou, het beugelen van doorvoeringen, ook dat is een essentieel onderdeel van de constructie, of van de doorvoering eigenlijk. Dus op het moment dat je een doorvoering gaat testen, ja, dan worden ook die beugelafstanden meegetest. Nou, in dit voorbeeld is het 450 mm vanaf de constructie. En wij proberen als Mulkel er ook een eenheid in te krijgen, dat je dus voor alle doorvoeringen die 450 mm kan aanhouden. Nu is het soms nog zo dat je wel eens 350 hebt of 270 mm vanaf de brandscheiding. Maar we willen dus daar wel naar een eenheid waarbij je dus die 450 mm kunt aanhouden voor wanden en uiteraard ook voor vloeren. He, dus daar zit de beugel alleen aan de bovenzijde van de vloer. Nou, wanneer we het hebben over kunststofbuizen, dan komt ook dat uncapped verhaal naar voren.
En dat is dus op het moment dat we het hebben over geventileerde systemen. Nou, wat zijn geventileerde systemen? Dat zijn heel vaak hemelwaterafvoeren en rioleringsbuizen. Dus dat betekent dat hete gassen, rook en vlammen eigenlijk vrij doorgang kunnen vinden door de buis. Er zit ook een drukverschil, hè? Dus de overdruk hebben we aan de linkerkant. Nou, buiten de oven heb je een andere druk. Dus dat vindt wat verplaatsing van druk door de leiding naar buiten toe. Nou, dat heb je dus ook op het moment dat je te maken hebt met hemelwaterafvoeren of rioleringsbuizen. Want die worden namelijk aan de bovenzijde, dus ergens op het dak, wordt daar verse lucht aangezogen, waardoor je dus zo'n open situatie hebt. Nou, mocht je nou te maken krijgen met hemelwaterafvoeren en rioleringsbuizen, dan moet je dus altijd goed erop letten dat je een product neemt wat dus uncapped is getest. En dan kom je heel vaak uit bij ons op de Multicolor Slim, of in sommige gevallen ook op de multi-wrap, de grafietband. Nou, je hebt ook nog systemen onderbouwd met een brandwerend ophangsysteem. Die mogen dus afgedopt getest worden aan de overzijde. Nou, deze is nog wat belangrijker, dat is de uncapped cap situatie, waarbij dus gasleidingen, drinkwaterleidingen, warmwaterleidingen, eigenlijk alle type installaties die gesloten zijn, dus gesloten systemen, ja, die mogen dus ook bij een test afgedopt worden getest. Er zit dus een afdopping aan de koude zijde van de constructie. En daar heb ik straks nog ook wat praktijk voorbeelden van. Dus een foto met daarin dus even een voorbeeld van hoe dat eruit ziet. Nou, een cap-cap situatie komen we eigenlijk nauwelijks tegen, want er gaat altijd wel iets van een vloeistof of iets dergelijks door een buis heen. Dat wil wel zeggen dat wanneer je dus de bovenste hebt getest, de uncapped situatie, dan mag je dus alle andere ook daarmee onderbouwen. Maar als je alleen de uncapped capped hebt getest, ja, dan mag je daar niet zomaar dus de geventileerde systemen mee onderbouwen. Dus dat is echt een belangrijk onderdeel wat nog heel vaak over het hoofd wordt gezien. Test- en certificeringsinstanties waar wij mee te maken hebben, die zien we hier even in het scherm. De belangrijkste hierbij, dat is eigenlijk Effectus en dat is Peuts. En dat zijn eigenlijk de twee partijen waar wij onze testen uitvoeren conform de normen die ik al eerder heb genoemd. De 1366-3, 1366-2. En daar voeren wij dus de testen uit en daar krijgen we zo de klassificatiedocumenten van, die dan vervolgens dan overgaan in een ETA-document. Nou, bij zo'n test letten wij op verschillende zaken. Nog eventjes de Europese normen waar wij ons aan moeten houden op het moment dat we een test uitvoeren. En uiteraard zijn die normen voor elke fabrikant die brandklep of doorvoeringen, lineaire voegentest, is natuurlijk van belang dat ze dezelfde norm aanhouden. Daarmee wordt eigenlijk een gelijk speelveld gecreëerd voor alle fabrikanten. Deel 2, 3 en 4, zoals het hier in beeld staat. En daarbij kijken we dus ook naar verschillende materialen, want materialen reageren bij brand verschillend, hè, als ze andere eigenschappen hebben. We kijken naar verschillende diameters uiteraard, maar ook naar wanddiktes van doorvoeringen. Want kunststofbuizen, maar ook stalen leidingen, die zijn er in verschillende wanddiktes. Ja, en ook dat reageert bij een brand niet altijd hetzelfde. Nou, isolatiematerialen zijn ook enorm van belang. Die zitten nu eenmaal heel vaak rondom metalen leidingen, zo nu en dan ook rondom PEX-leidingen of PE-buizen of andere type buizen waar isolatie van toepassing is. Denk daarbij aan steenwolisolaties, condensisolaties, warmte- of koude isolaties. En wij kijken ook heel goed naar hoe gaan die isolaties nou door de constructie heen. Want onze filosofie bij Mulkel is eigenlijk dat isolatiematerialen ten alle tijde rondom die leiding moeten blijven zitten. En daaromheen moet dan een brandwerend product worden aangebracht. Want het kan namelijk niet zo zijn dat isolaties worden weggenomen om een brandwerende afdichting te maken. Nee? Want dan heb je op lange termijn of condensproblemen of te veel warmteverlies, koudeverlies, etc. Dus daar wordt op gelet. En daarbij kijken we dus continu naar stabiliteit, vlamdichtheid, thermische isolatie. En we kijken uiteraard naar hoe moet die configuratie dan getest worden. Moet dat uncapped zijn, hè, geventileerd? Of moet daar een afdopping op zitten omdat dat een uncapped cap of een capped uncapped situatie is? Hè, omdat het een gesloten systeem is in de praktijk. Nou, alle criteria
Die zijn hierbij van belang om te voldoen dus aan die brandwerendheid. Dus je mag hier eigenlijk niks in overslaan en daarmee krijg je dus een bepaalde klassificatie voor je doorvoering. Dus als je zegt, van, nou, ik ga alleen kijken naar mijn vlamdichtheid, niet naar thermische isolatie, nou, dan kan het dus zijn dat je bepaalde doorvoeringen, die kan je niet zomaar gaan toepassen voor scheidende constructies zoals vloeren en wanden. Nou, hoe ziet zo'n test eruit? Hier even een foto. Er wordt eigenlijk altijd getest in lichte scheidingswanden met een wanddikte van 100 mm. We hebben onlangs ook wat testen gedaan met wanden van 75 mm. Dus waarbij je een 50 mm blik hebt met aan beide zijden 12,5 mm beplating. Nou, in dit voorbeeld zit er aan beide zijden een dubbele beplating. En daardoorheen hebben wij dus die doorvoeringen getest. Nou, we zien wat stickertjes overal rondom de doorvoeringen, soms ook op de doorvoering. Nou, dat zijn de thermokoppels en die meten continu de temperatuur. En op het moment dat de temperatuur boven de 180 graden komt plus de delta T, dus de omgevingstemperatuur, nou, laat dat 20 graden zijn. Dus dan betekent het dat per thermokoppel niet te warm mag worden dan 200 graden. Nou, en die metingen die worden dus heel nauwkeurig gedaan. En als het ergens op zo'n thermokoppel boven de 200 graden komt in dit geval, ja, dan is het eigenlijk einde test voor die ene doorvoering. En dan krijg je dus een bepaalde klassificatie mee in het rapport voor die doorvoering. Nou, als het dan 59 minuten is, nou, staat daar geen 59 minuten, maar dan staat er 30 minuten. Dus dat gaat heel, heel nauwkeurig. Nou, om eventjes wat beeld te hebben bij een uncapped cap situatie. Hier zien we dus een afdopping aan de buitenzijde van de oven. Dat is eigenlijk niks anders dan een stukje steenwol schot wat in de buis wordt gedrukt. En daarmee wordt eigenlijk een gesloten systeem gesimuleerd. Nou, wat we hier ook zien, dat zijn de open leidingen. Hè, dus de uncapped geteste doorvoeringen. En die mag je dus toepassen voor geventileerde systemen. Nou, wat we hierin zien, ja, dat zijn voornamelijk kunststofbuizen die op die manier worden getest. Dus een stalen leiding heeft eigenlijk weinig nut om dat uncapped te testen, omdat een stalen leiding of een koperen leiding eigenlijk nooit wegvalt bij een brand. Nou, het MULCOL-portfolio zien we hier even in beeld. Dat is eigenlijk een compleet systeem wat ook in combinatie met elkaar is getest. Dat gaan we zo meteen ook zien bij de nieuwe oplossingen die we hebben getest. Dus heel veel combinaties met steenwolschotten, met grafiet, maar ook met twee componenten schuim, bandages. Dus daar gaan we zo meteen nog even doorheen. Nou, eerst eventjes per product. Heel kort hoe het eruit ziet en waar het voor getest is. Nou, de Multicolor Slim, alom bekend, voornamelijk getest voor die kunststofbuizen, voor die geventileerde systemen. Maar ook voor metalen leidingen waar een isolatie omheen zit. Want ik heb net aangegeven dat metalen leidingen met isolaties, die moet je voor zoveel mogelijk laten zitten, eigenlijk altijd. En daaromheen zou je dus een Multicolor Slim kunnen monteren. Nou, daarbij hebben we ook getest de rookgasafvoeren en de VLT-systemen. Nou, de bandages, dat is de multiterm bandage, voornamelijk voor metalen leidingen, dus staal, gietijzer en koper. En er zijn ook wat testen gedaan met kabelgoten. Tot 60 minuten zou je nog met een stukje coating op de leiding of op de kabelgoot uit de voeten kunnen. Ga je naar 120 minuten bijvoorbeeld, dan zou je ook een stukje bandage moeten gebruiken om die thermische overdracht via je kabelgoot zoveel mogelijk tegen te gaan. Hè? Dus zodat je dus een lagere temperatuur meet na de bandage. Nou, de multidisc, ook een veelgebruikt product. Ideaal voor alle kleine kabeltjes, bundeltjes, meerlaagse leidingen. Ook getest voor elektradozen. Het is een opschuimende pet die dus bij brand rondom het kabeltje gaat opschuimen of in de wandcontactdoos gaat opschuimen. En daarmee kan je dus een brandwerendheid tot 120 minuten realiseren. En dat is een product wat je eigenlijk binnen een aantal seconden hebt aangebracht. Nou, het Multimestic C-systeem, het steenwolschotsysteem bestaande uit uiteraard de coating en de SP-pasta. En we noemen het ook een systeem omdat dat altijd in combinatie met elkaar toegepast mag worden. En heel veel toegepast voor grote sparingen in wanden en in vloeren. Met en zonder doorvoeringen en onlangs ook getest met brandkleppen. Daar vertel ik zo meteen ook nog wat meer over. Nou, de SP als product zelf,
dus niet als systeem van het Multimatic Safe systeem, maar als product zelf ook nog getest voor het thermisch coaten van koper en stalen leidingen. Dus in plaats van dat je een stainless schaal gebruikt, is het nu ook mogelijk om de Multimatic SP over een bepaalde lengte rondom de leiding te smeren. Of uiteraard een multiterm bandage te nemen daarvoor. Nou, de multisealant GR, de grafietkit. Ook voor kunststofbuizen getest tot een diameter van 110. Alleen let er wel goed op dat dat dus niet uncapped is getest. Wel voor de kleinere diameters tot diameter 40. Maar een diameter 110, toiletafvoer bijvoorbeeld of een hemelwaterafvoer. Ja, pak daar altijd een multicolor slim voor. Want die is namelijk wel voor die geventileerde oplossing getest. Maar wel ideaal voor instorthulzen en meterkasten. Nou, ook geïsoleerde metalen leidingen. Nou, multisealant A-kit, getest voor lineaire voegen voornamelijk. Ja, dus aansluitnaden tussen constructies, wanden en vloeren onderling of wanden onderling. En wordt heel veel toegepast voor liftschachten of schachten over het algemeen. Hè, waarbij je maar vanaf één zijde de kit aan kunt brengen om toch van beide zijden brandweerend te zijn. En die kit is ook elastisch, dus dat betekent dat wanneer dit toegepast wordt in voegen die nog bewegingen nodig hebben. Daar zou je dus die multisealant A-kit voor kunnen inzetten. Nou, de Multifoam 2K, twee componenten schuim. Een product waarbij je dus heel snel een afdichting kunt maken die toch van beide zijden brandwerend is. Waarbij nog doorvoeringen kunnen worden doorgestoken zonder dat die weer afgewerkt hoeven te worden. Dus dat heeft ook een heel breed toepassingsgebied. Nou, de Multifoam Stone, dat is een gelijkaardig product. Lijkt heel erg op de Multifoam 2K schuim. Alleen dit is al voorgevormd in een steen. Maar ook hier kunnen dus kabelgoten, kabelbundels, kunststofbuisjes brandwerend mee afgedicht worden. En zowel de Multifoam 2K als de Stone, die gaan bij brand nog een keer opschuimen, uitzetten, om die brandweerstand te kunnen realiseren. Nou, de Multifoam Wrap is een band, 50 mm breed en 10 meter lang, 1,8 mm dik. En dit is een product wat getest is voor inbouwsituaties. Dus daar waar je bijvoorbeeld niet een brandmachet kwijt kunt, ja, daar zou je nog voor een wrap kunnen kiezen. Nou, nog een multimorter. Een mortel die wordt aangelengd met water. En daarmee kun je dus kabelgoten afdichten in wanden. Ook in vloeren uiteraard, dan moet je hem gieten. En we hebben ook verschillende tools om die mortel dus goed in een wand te kunnen verwerken. Want dat giet niet zo makkelijk. Dus dan zou je daar met een pistool zou je die kunnen aanbrengen. En het laatste product, dat is de Multiterm Backing. En dat is een product wat je gebruikt achter de multimorten, maar dat kan ook achter de kitten uiteraard. Dus in combinatie met de grafietkit of met de Multimatic SP of met de A-kit. En daarmee kan je dus wat hogere brandwerendheden behalen. Nou, dan gaan we nu even kijken naar de nieuw geteste oplossingen conform 13662-3 en de NEN 6075. Die was ik even kwijt aan het begin. Dus de rooknorm. En alle geteste oplossingen daarvan, die worden dus binnenkort opgenomen in een ETA-document. Ik gaf wel aan dat uiteindelijk een treintje is wat achter elkaar aanloopt. En op het moment dat die dus worden opgenomen in dat ETA-document, dan wordt dat uiteraard ook beschikbaar. Nou, de nieuwe oplossingen die zijn te vinden via de multiselector of uiteraard in die ETA- of klassificatierapporten. Nou, voor de mensen die hem nog niet kennen, de multiselector is uiteraard via de website te benaderen. En die hebben we in verschillende talen. Via de app. Dus via de App Store of via Google Play is die uiteraard ook binnen te halen en kan die kosteloos gebruikt worden. Nou, alle nieuwe oplossingen die worden in die multiselector ook aangeduid met nieuw. Het is eigenlijk vrij simpel. Dus elke nieuwe constructie of doorvoering of isolatie, daar staat ook nieuw bij. En daarmee kan je eigenlijk al direct zien van, oh ja, daar is een nieuwe test mee gedaan. Nou, dat geldt ook voor de app, de mobiele app. Ook daar staat dus bij elke oplossing wat nieuw is getest. Dus dan kan je daar altijd, daar ben je in ieder geval van bedacht dat dat dus nieuwe oplossingen zijn.
Nou, ik gaf al even aan dat wij onlangs testen hebben uitgevoerd met brandkleppen van RFT. Daarna hebben we eigenlijk alle gangbare kleppen getest. Dus de CR2, 60, de 120, de CU2 en de cultklep is daar getest. Dat hebben we gedaan met een 2x50 mm Multimastic FB1 schot. En dat schot is dus vanaf één zijde is die gecode, dus hij is met de ruggen tegen elkaar aangezet. Nou, en alle naden en kieren en de sparing rondom is voorzien van Multimastic SP. Dat is voor de verlijming van het systeem in de sparing. En eigenlijk hebben we alle brandkleppen op die wijze getest. Nou, ons schot heeft een densiteit van 160 kg per kub. Nou goed, en met de dikte die ik genoemd heb. Heel belangrijk dat in dit geval wel een raveling vereist is. Wij testen eigenlijk al onze doorvoeringen altijd zonder die raveling. Maar met brandkleppen hebben we toch andere spelregels. Het heeft te maken ook met de stabiliteit van die klep in die constructie. Dus bij lichte scheidingswanden heb je hier wel die ravelingen nodig. Het is altijd wel een discussiepunt van wie gaat die ravelingen dan aanbrengen. Is het de applicateur of is het de wandenbouwer? Maar één ding is zeker, ze moeten daar wel zitten om te kunnen voldoen aan het rapport. En deze die staat al wel in de multiselector. En die kun je dus ook met een rapport vinden. Maar ze staan ook op de website van RFT. Dus ook daar is Mulkel in opgenomen. Nou, er zijn ook wat nulafstanden getest met het Multimastic C-systeem. Ik ga even een aantal nulafstanden met jullie bekijken. Nou, er zijn nulafstanden getest waarbij de doorvoering eigenlijk een nulafstand heeft tot het dek, tot de bovenkant van de sparing. En dit kom je bijvoorbeeld vaak tegen op plaatsen waar hoogte gewonnen moet worden. En dan worden die constructies, of die doorvoering eigenlijk heel strak langs de constructie gevoerd. En het zou dus met deze testen die we hier hebben gedaan, ja, mag je dus nog steeds een brandweerende afwerking maken. Ook wanneer dus die doorvoeringen op deze manier worden doorgevoerd. Nou, dat is B1. Als we even naar B3 gaan kijken, geldt dat dus ook voor de onderzijde van de sparing. Dus ook daar mag dus een kabelgoot in dit geval strak op liggen. En dan mag je dus met een Multimastic C-systeem werken. Maar we hebben bijvoorbeeld ook met de Multifoam 2K en de stenen ook op deze manier die testen gedaan. Nou, we zien in het plaatje nog meer onderlinge afstanden. Nou, de een is 25 en de ander is 50. En voorheen was het eigenlijk altijd 10 centimeter, dus 100 millimeter. Nou, dat hebben we eigenlijk zoveel mogelijk teruggebracht naar of een nul afstand of 50, 25 of 30 millimeter. Nou, dat komt vaak heel goed uit in een sparing die toch al vrij vol zit. En dat is natuurlijk ideaal als je dus op deze manier toch je afwerking kunt maken. Nou, brandmachetten onderling, A4. Ook die mag je dus gewoon strak tegen elkaar aanmonteren. Voorheen was dat dus ook een ruimte van 10 centimeter minimaal. Dus die mogen dus strak tegen elkaar aangezet worden. Nou, en steenwol schalen onderling, ja, ook die mag je dus strak tegen elkaar aanzetten. Dat is anders, en dat zien we even rechts op het plaatje bij A8. Wanneer je dus te maken hebt met een steenwolschaal, met daarnaast een brandbare schaal, zoals een elastomeer, dus een armaflex of een kuiflex isolatie. Ja, en daar moet die afstand dan wel weer 100 mm zijn. Nou, een kabelgoot onderling. Ook daar mag die afstand dus nul zijn, dus meerdere kabelgoten naast elkaar. Ja, die mag je dus met een nul afstand afwerken. Even kijken. Nou, we hebben ook nog koperen leidingen getest. Die hadden we eigenlijk nog niet in het assortiment. En die hebben we ook getest met een enkel schot. Nou, we zien bij ons heel vaak een dubbelschot. 2x50 mm. Maar het zou dus ook in sommige gevallen kunnen met een enkel schot van 60 mm. Dus de Multimastic FB2. En daar hebben we dus die koperen leidingen tot diameter van 54 getest. In combinatie met multisealant GR. Dus de multisealant GR zit over een diepte van 15. Sorry, over een diepte van 20 en een breedte van 15 mm rondom de isolatie in het schot. En daarmee kan je dus tot 60 minuten brandwerendheid behalen. Nou goed, en we hebben ook gekeken naar verschillende type isolaties. Er worden steeds meer
types toegepast. Die zien we even links onderin in beeld. Dus de AF, de NH, de Ultima, de KK+. Die vallen dus allemaal onder dezelfde brandklasse die getest is. Alleen wel heel belangrijk dat we hier dus ook die rafeling meenemen. Nou, op zich ook logisch, want als je dat niet doet, dan valt dat schot in je wand. En dan moet je een nieuw schot plaatsen. Dus heb je te maken met lichte scheidingswanden in combinatie met een enkel schot, dus een 60 mm FB2 schot, ook dan is een rafeling dus verplicht. Nou, kunststofventilatiekanalen. Ook deze die komen we tegen in de praktijk. Dit is ook een vraag die ons veelvuldig gesteld is. Nou, joh, kijk daar eens naar, doe daar eens een test mee om te zien wat dat doet. En die hebben we getest met de Multicolor Slim aan beide zijden van de constructie. Die ventilatiekanalen die hebben een breedte van maximaal 220 en een hoogte van maximaal 90 mm. En deze hebben we dus getest met een nul afstand tot de vloer. Want op deze manier worden ze ook heel vaak doorgevoerd. Maar dat mag dus ook een nul afstand tot de bovenkant vloer zijn. Dat zien we eigenlijk rechts bovenin het plaatje. En je ziet dus dat het manchet niet volledig rondom is aangebracht, maar dat hij eigenlijk als een soort van tunneltje daaromheen is aangebracht. En daar kun je toch tot 120 minuten brandweerstand mee realiseren. En hiervan krijgen we toch wekelijks wel een vraag van, joh, kunnen we dat afwerken? En daar is nu dus een geteste oplossing voor. Maar hetzelfde hebben we ook gedaan voor ventilatiekanalen die eigenlijk niet strak worden doorgevoerd. Niet strak langs de constructie lopen. En daar kan je dus ook een machet rondom aanbrengen. Uiteraard moet de naad rondom afgekit worden. En daarmee kan tot 90 minuten worden ingevuld. Nou, mocht je deze situatie in wanden nou tegenkomen, dus met een grotere sparing, hè, dus dat die sparing ook nog een keer wordt opgevuld met het Multimestic C-systeem, dan zou je zelfs 120 minuten kunnen halen. Nou goed, in Nederland is het vaak 60, dus dan kom je heel goed uit met deze oplossing. Nou, tijdens de zomerperiode kwam de vraag van, nou, je drankleidingen, hoe gaan we daarmee om? Nou, ook die hebben we getest. En die drankleidingen, ja, die bestaan eigenlijk uit allemaal kleine kabeltjes waar dus drank doorheen gaat. Denk daarbij aan horecagelegenheden. Er zit een Armaflex condensisolatie omheen. In een dikte van 5 tot 32 mm. Ja, en die hele bundel tot 145 mm hebben we dus getest met een enkele Multicolor Slim. En daarmee is dus ook 120 minuten te realiseren. En goed, het is een hele praktische oplossing, ja, die je in horecagelegenheden tegenkomt, waarbij je door brandscheiding gaat. En dan zou je dus met zo'n machet een geteste oplossing kunnen hebben vanaf heden. En ook in combinatie met het Multimestic C-systeem getest. En ook daar is dus die 120 minuten mee te halen. En dit is wel zo'n beetje de grootste diameter die je ook tegenkomt in de praktijk. En kleiner mag natuurlijk altijd op dezelfde manier gedaan worden. Oké. Nou, dit is ook een hele interessante test die we hebben gedaan. Wij krijgen heel vaak de vraag, nou, ik heb niet twee airco-leidingen, maar het is een hele bundel. En het is vaak lastig om die bundel uit elkaar te halen en overal een aparte voorziening voor te maken. En we hebben dus 6 van die airco-leidingen bij elkaar getest, in combinatie met 3 kabels, want er lopen ook vaak nog kabels langs voor de airco-unit. En daarmee kun je dus 60 minuten halen met een machet aan beide zijden van de constructie. En uiteraard altijd eerst de naad afkitten met A-kit of met SP, maar met een enkel machet aan beide zijden is dat dus voldoende. Ja, we krijgen ook de vraag, nou, wij kunnen niet altijd een brandmachet kwijt en zou misschien een grafietkit ook kunnen, hè, in combinatie met lichte scheidingswanden of massieve wanden. Want uiteraard alles wat wij testen in lichte wanden is ook van toepassing op massieve wanden. Ook die hebben we getest, waarbij we nog wel hebben gekeken naar, joh, die grafiet wel over een diepte van 20 en een breedte van 15 mm. Dat is eigenlijk wat we altijd doen bij grafiet.
Nou, dat is dus gelukt voor 90 minuten. Dus waarbij je dus ook met grafiet kunt afwerken. En voorheen kon dit dus alleen met een brandmachet, maar dat kan dus nu ook met de multi-sealant GR. En ja, er zijn altijd mensen die extreme situaties tegenkomen. Nou, kom je nou meer bundels tegen dan 6, hè, zoals we getest hebben? Ja, vraag dan even een advies bij ons aan en dan kunnen wij dat per situatie bekijken. Ja, want dan moet je toch gaan opdelen of dan moet je een stukje gaan uitbouwen, et cetera. Maar dat zijn dus allemaal oplossingen die dan niet getest zijn, maar die wel onderbouwd kunnen worden. Nou, dit is een hele mooie oplossing. Dat is een kabelgoot die we getest hebben door zowel wanden als vloeren. En het is vaak lastig voor een applicateur om zeker als je geen hoogte hebt, hè, boven je kabelgoot, dat daar moeilijk bij te komen is met een steenwol schotsysteem. En dan zou je dus de combinatie kunnen maken. Dus alle grote sparingen rondom je kabelgoot afdichten met het Multimastic C-systeem. En aan de bovenkant alle kabels opschuimen met Multifoam 2K. Nou, dat is ook een hele makkelijke oplossing, waarbij je ja, tot 60 minuten brandweerstand kunt halen. En het voordeel wat je daarbij hebt, is dat je nadat je de afdichting hebt gemaakt, dat er altijd nog kabels bijgestoken kunnen worden, zonder dat je daar weer een afwerking voor hoeft te maken. Nou, we zien ook in het plaatje dat je dus losse kabels door het schot ook dus kunt afdichten met de Multifoam 2K. En die diepte is 100 mm, dus even dik als dat je steenwol schotsysteem is. Nou, dus je hoeft hier ook geen kaders meer omheen te maken of iets dergelijks, maar je doet hem even diep als het Multimastic C-systeem. Nou, we zien dat we hier dus ook geen ravelingen nodig hebben. Ja, dus hier kun je dus gewoon het schot laten rusten op het gips. En we hebben ook testen uitgevoerd, uiteraard in vloeren. En daar doe je eigenlijk exact hetzelfde. Ja, dus een steenwol schotsysteem met in het schot rondom de kabelgoot of de losse kabels de Multifoam 2K aanbrengen in een diepte van 100 mm. Nou, busbars, nou, die steken ook zo nu en dan de kop op. Die komen in sommige projecten komen die voor. Ja, hoe ga je daarmee om? Daar is een test mee gedaan, want hier zit enorm veel geleidend materiaal in. We hebben getest met aluminium, maar je kan ze ook toepassen voor koper. En wat hebben we hier gedaan? De sparing rondom is afgedicht met een dubbel schot FB1, dus 2 keer 50 mm. Dat zien we hier ook in het plaatje terug. En bij vloeren is er over 400 mm is er eigenlijk een kist gebouwd rondom de busbar. Nou, daarbij is het uiteraard wel belangrijk dat die op een goede manier daaromheen bevestigd wordt. En die hebben wij getest met een multiscrew FB, dus een wokkel in een lengte van 90 mm. En die zit hard op hard ongeveer 125 mm met een randafstand van 25 mm. En we zien ook in het linkerplaatje onderaan, dus dat daar ook nog schot op de kopse kant is aangebracht. En daarmee wordt die eigenlijk dus in elkaar geschroefd. Nou, we zien hier dus dat je 120 minuten kunt realiseren met een busbar. Nou, uiteraard kom je busbars ook tegen in combinatie met wandconstructies. En daarbij is het belangrijk om te weten, nou heb ik 60 minuten of 120 minuten. En dan zou je 300 mm of 400 mm moeten uitboksen. En dat doe je eigenlijk op dezelfde manier als bij de vloer. En ook hier is de raveling dus niet nodig. Nou, ik heb al aangegeven dat wij dus testen met aluminium hebben wij getest. En daarmee kan je dus ook de koperen busbars onderbouwen. Want aluminium is nog een stukje beter geleidend dan koper. Dus daarmee kan je dus beide onderbouwen. Nou, de multidisc, die hadden we voorheen. Konden we die alleen toepassen voor geboorde gaten van 26 mm of kleiner. Nou, en tegenwoordig kunnen we ook tot 32 mm. Ook dat is echt een vraag vanuit de markt geweest. Van, nou, ik heb toch een grotere sparing en er gaat een klein bundeltje erheen. Ja, wat kan ik daaraan doen? Nou, voorheen zou je daar dus de multisealant GR voor moeten toepassen. Maar tegenwoordig zou je dus ook met die multidisc een afdichting kunnen maken. Hè? Dus zonder dat je hoeft te kitten.
En het geldt eigenlijk voor alle oplossingen die nu al in de multiselector staan. Nou, die Multimatic SP pasta die we hebben. Nou, ik heb even coating tussen haakjes gezet. Want die kan je namelijk ook als coating gebruiken rondom stalen leidingen en koperen leidingen. En wel met een maximale diameter van 60,3 of 22 mm. Ja, dat is eigenlijk een hele voordelige oplossing voor de markt. Waarbij je dus met een coating toch ervoor kan zorgen dat die temperatuur dusdanig afneemt. Dat je dus niet boven de kritieke temperatuur van 180 graden komt. Nou, dit is een plaatje van wanden. Maar we hebben ook testen gedaan in combinatie met het Multimatic C-systeem. Maar ook in combinatie met vloeren. En vooral bij vloeren kom je dit soort leidingen veel tegen. Dus stijgleidingen, verwarmingsleidingen. Die je dan eigenlijk tweezijdig zou kunnen coaten. En dan ben je dus eigenlijk al klaar. Nou, dit soort systemen, PLT-gasleidingen, die komen we in Nederland eigenlijk niet of nauwelijks tegen. Hier is het toch vaak, zijn het meerlaagse leidingen. Maar in België en in de UK bijvoorbeeld, deze vraag die komt ook uit België. Ja, er worden eigenlijk heel veel van dit soort gasleidingen getrokken. Dus er wordt geen gebruik gemaakt van meerlaagse leidingen. Maar dit is van het dunwandige staal met een gele mantel daaromheen. Die worden of in draadgoten gestopt, of die gaan door wanden of door vloeren. Maar die zijn dus ook getest. En we zien hier dus de combinatie van de Multicolor Slim in combinatie met het steenwolschotsysteem en een bandage. Of de grafiet in combinatie met een bandage. Op het plaatje rechtsboven en linksonder zien we ook dat de bandage niet over 150 mm is aangebracht. Maar over de helft. Dus hij is over de helft is die aangebracht. Dus hij is doormidden gesneden. En aan beide zijden is eigenlijk een halve bandage aangebracht. En dat is dus voldoende om te voldoen aan brandwerendheden tot 120 minuten. En hier was er eigenlijk nooit een oplossing voor. Maar die is er dus nu wel. Wat we al eerder hebben gepresenteerd. Maar waar ik toch eventjes bij stil wil staan. Dat is de NEN 6075, rookwerendheid. Al onze producten en systemen die zijn dus ook getest voor koude rook, SA. En voor warme rook, S200. Dat is dus voor de doorvoering. Dus heb je te maken met stengelschotten of met twee componenten schuim of met de kitten die we hebben. Die zijn dus allemaal getest voor die rookwerendheid ook. Nou, en die norm is per 1 juli is die ingegaan, vervroegd. En denk daarbij bijvoorbeeld aan naden en voegen. Nou, en die zou je dus prima kunnen doen met een multisealant A-kit, waarbij je dus wel flexibel blijft in de naad, maar waarbij je wel rookdicht bent en uiteraard ook vlamdicht. Ik ga voor de rest niet te veel uitweiden over de rookwerendheid. Maar weet in ieder geval dat die testen zijn gedaan en dat wij dus die onderbouwing hebben daarvoor. Nou, hiermee zijn we eigenlijk gekomen aan het einde van de geteste doorvoeringen. Ik wil met jullie heel even kort nog de tools doorlopen. Dat doe ik eigenlijk altijd na elke presentatie. Dat voor iedereen even helder is hoe de oplossingen te vinden zijn. Nog even de multiselector. Nou, wat is dat? Bij de meesten wel bekend. Een filtersysteem op basis van rapporten. We hebben dus al die testrapporten uitgeplozen om te kijken wat is de constructie, wat is de brandwerendheid, type doorvoeringen, positie, etc. Brandwerendheid uiteraard. Nou, dat hebben we gestopt in een filtersysteem. En daar rolt dan altijd een geteste oplossing uit vanuit die multiselector. Nou, er zit koppeling aan naar de ETA en een paginanummer. En er zitten ook altijd verwerkingsvoorschriften bij. Nou, even een klein voorbeeld van hoe je een oplossing kunt vinden. Nou, dat kan op basis van constructie of op basis van product. Ik pak hier even de constructie. Nou, wanden of vloeren. Ik pak even een wand. En we zien dus ook bij die constructieonderdelen of zaken dan getest zijn. Dat zien we in dit geval dus bij een lichte wand van 75 of een massieve wand van 75. Want die zijn dus ook getest. En die zijn dus ook nieuw opgenomen in de selector. Nou, voor nu kies ik even een wand van 100 mm. Ik ga hier even voor de enkele doorvoering. Maar het kan ook een meervoudige zijn of een loze sparing. Ik pak hier een enkele doorvoer.
Hier kan je dus aangeven hoe die doorvoering door de constructie gaat. Is het een horizontale? Zit daar een bocht aan? Zit die in de hoek? Heeft die een nul afstand? Dus dat is hier eigenlijk allemaal al te bepalen, zodat je dus eigenlijk heel snel een filtering kan maken. Ik kies hier even voor de horizontale. Nou, en dan krijg je dus een hele rits aan leidingen die dus allemaal horizontaal zijn getest door die lichte scheidingswand van 100 mm. En hier zien we dus ook onderaan weer overal nieuw terugkomen van oplossingen die dus nieuw in de selectie of in de selector zijn opgenomen. Nou, ik pak hier even een stalen leiding, RVS. Nou, rondom een leiding zit vaak isolatie. Ik heb aan het begin aangegeven isolaties zoveel mogelijk laten zitten, eigenlijk altijd. Dus ja, je ontkomt er eigenlijk niet aan. Ik pak hier even een Armaflex of een Kyflex isolatie. Nou, en dan krijg je dus een set aan producten waar je uit kunt kiezen. Nou, en dan is het even bedenken, heb ik ruimte rondom mijn isolatie of niet? Nou, als je die ruimte wel hebt, nou, dan zou je prima voor een twee-componenten schuim of voor een grafietkit kunnen kiezen, de Multishield GR. En als je die ruimte niet hebt, ja, dan kies je voor de Multicolor Slim. En dan gaan we eens kijken wat eruit komt. Want dan hebben we namelijk drie oplossingen, allemaal getest met die Multicolor Slim. En hierin zitten dus de parameters die wij hebben opgegeven. Je kunt altijd terug in de stappen. Dat kan boven of hier aan de linkerkant. En voor, in dit geval hebben we te maken met condensisolatie. Dus ik ga even uit van volledig doorlopende isolatie, oplossing 3. Nou, daar kies ik voor. Nou, en dan komen we dus in de oplossing zoals die ook in de rapporten staat. Hè? Zoals die dus in de ETA staat. Nou, wat zien we hier? Nou, bewaar oplossing. Dat kan dus voor je datamanager gebruikt worden, voor je logboeksysteem. Of voor je projectmanager. Nou, je kan de oplossing ook nog doormailen via het systeem. En dan kom je in dit veld uit waarbij je dus een keuze kunt maken in welke afbeeldingen je wilt meesturen. Je vult hier de gegevens in. Nou, je kan nog een projectnaam opgeven en een extra veld om een bericht achter te laten. Nou, dan druk je hier op versturen. En dan krijgt degene die het ontvangt dus een nette PDF met erin de oplossing en alle koppelingen. En uiteraard is het ook mogelijk om hem te downloaden of te printen. Nou, hier zien we dus dat hij van beide zijden brandwerend is. EI 60 minuten capped uncapped. En dat mag uiteraard, hè, omdat we te maken hebben met een stalen leiding. En in dit testrapport op pagina 139 kom je dus deze oplossing tegen. En wat we ook hebben gedaan, we hebben gekeken naar andere type isolaties die dus ook voldoen aan dezelfde brandklasse. En die zijn dus ook allemaal onderbouwd op deze manier. Dus je kan altijd een totaal oplossing bieden aan of een opdrachtgever of iemand van een keurende instantie, een gemeente of brandweer of een adviesbureau. Nou, dan gaan we even door. De projectmanager, daar wil ik even nog kort bij stilstaan. Dus alle oplossingen die gevonden zijn via de multiselector, die kunnen gebundeld worden in een boekje. Dat noemen we de projectmanager. En dat ziet er zo uit. De voorkant of de kleur kan zelf gekozen worden. De afbeelding kan gekozen worden en een omschrijving. Links onderin zie je ons logo staan, maar het mag natuurlijk altijd een eigen logo zijn. Nou, de inhoudsopgave wordt automatisch gegenereerd. Dan krijg je de projectgegevens. Opdrachtgever, applicateur, beheer en onderhoud. Nou, en dan krijg je dus alle oplossingen vanuit de multiselector die hier dus gebundeld zijn. En er zit dus een koppeling naar de ETA, maar ook dus naar de handleiding. Alle 2D-tekeningen worden daarin meegenomen. En je kan er bijlagen aan toevoegen. Dus, want wij hebben doorvoeringen. Stel dat je binnen een project ook te maken hebt met brandwerend glas of brandwerende deuren. Dan zou je dus daar ook bijlagen aan toe kunnen voegen. Of een advies wat van ons uit is gekomen. Nou, dit is bijvoorbeeld een heel klein advies wat we hebben gemaakt. En dat wordt dus toegevoegd in de bijlage. Achterkant in een eigen gekozen kleur en dan zijn we klaar. En dat is natuurlijk ideaal om toe te voegen. Bij een prijsopgave, dus om je prijs te kunnen onderbouwen, je offerte te kunnen onderbouwen. Maar je kan het ook als boekje meegeven aan een voorman, of je kan het als praatstuk gebruiken bij een opdrachtgever. En zo heb je altijd alle oplossingen bij de hand. Nou, de laatste tool die we hebben is de Data Manager. Dat is ons logboeksysteem, waarbij je dus online alle doorvoering kunt registreren op de plattegrond. En het is altijd veilig opgeslagen in de cloud. Iedereen die ook maar iets te maken heeft met het project, kan daaraan toegevoegd worden. En zodoende heb je eigenlijk altijd alle informatie bij de hand. Werkt op basis van een plattegrond.
Nou, het toevoegen van een nieuwe marker gaat als volgt. Die wordt toegevoegd op de plattegrond, maar ook dus in de lijst met markers. Nou, korte omschrijving daarvan. Mocht je meerdere markers bij elkaar hebben, kunnen die ook nog uit elkaar getrokken worden. Dus dat je dus wat meer ruimte hebt om wat meer duiding te geven aan de marker. En ook wat ook heel goed is aan het systeem is dat er, je hebt de mogelijkheid om daar bijvoorbeeld je opname in te doen of je meerwerk in op te nemen. En dat zijn markers, markerstatussen en markerkleuren die je zelf kunt bijvoegen aan het systeem. Ja, en dan kan je dus heel simpel een boekje uitdraaien van alleen je meerwerk of alleen van je vooropname. En dat is ook een document waar een monteur altijd op door kan werken. Nou, dat ziet er even als volgt uit. Ook hier kan de kleur zelf gekozen worden. Uiteraard ook het logo. Inhoudsopgave doet hij automatisch. Nou, de contactgegevens, tot zover lijkt het allemaal op de projectmanager. Alleen hier gaan we het hebben over plattegronden en markers. Dus we hebben plattegronden. Daarin staan dus de markers met nummering. En dan heb je dus alle informatie die erna komt per marker. Dus hoeveel minuten brandwerend, wat voor type constructie, welke type leiding, hoe is die afgewerkt. Je hebt de mogelijkheid om een foto vooraf en een foto achteraf te tonen. Maar in het systeem kan je 6 foto's opnemen en die kan je in een online omgeving bekijken. En er kan een koppeling gemaakt worden naar de multiselector. En het is een heel klein logboekje, maar goed, het kan ook een logboek zijn van 3000 sparingen. Wat ook mooi is, is dat er altijd een technische documentatieblad wordt opgenomen. Waarbij dus voor elke doorvoering waar een bepaald product voor wordt gekozen, ja, wordt hier eigenlijk een koppeling gemaakt naar de website. Dus dat betekent dat achteraf nooit meer alle rapporten en documentatie verzameld hoeven te worden. Maar dat doet het systeem eigenlijk al zelf. En ook in 4 talen, dus mocht je een keer een eentje hebben in het Duits of in het Frans, dan kan dat uiteraard ook. En een achterkant, en daarmee zijn we ook gekomen bij het einde van deze presentatie. Ik ben volgens mij een beetje uitgelopen, excuus daarvoor. Toch altijd meer te vertellen dan de bedoeling is. Nogmaals hartelijk dank voor het deelnemen aan dit webinar. We zien jullie graag de volgende keer. Mocht u nog vragen hebben nadat ik heb afgesloten, stel ze gerust via support@mulcol.com. En ja, heb je behoefte aan een training, dan kunnen wij die ook verzorgen. En willen jullie een webinar ontvangen wat al eerder is gegeven over de data manager of de projectmanager, geef dat even aan en dan kunnen wij die altijd even nasturen. Voor nu wil ik jullie hartelijk bedanken en graag tot een volgende keer.